Nederlanders zitten gemiddeld 34 dagen per jaar op de telefoon. Dat is in een gemiddeld mensenleven 3060 dagen. En dus ongeveer 8 jaar van je leven. Daarom ga ik mijn schermtijd van gisteren verbeteren. Gisteren was mijn schermtijd ongeveer 4 uur. En dat betekent dat we de komende 4 uur de tijd beter gaan besteden. Oké, allereerst gaan we iets doen wat weinig jongeren tot heel erg weinig jongeren doen. En dat is een boek lezen. De tijd ging eigenlijk best wel snel voorbij. Want uiteindelijk was ik 1,5 uur al aan het lezen. Toen ik uiteindelijk klaar was met lezen, voelde het voor mij van goh, ik wil verder lezen. Ik heb voor mezelf ook het doel gezet om gewoon nu wat meer te gaan lezen. Ook buiten alle dingen naast mijn studie en alles. Dus ja, lezen kan ook best wel ervoor zorgen dat je je beter voelt in een dag. Ook iets wat heel erg helpt is natuurlijk lekker je hoofd leegmaken en daarom lekker te gaan sporten. Dus laten we maar eventjes een rondje gaan hardlopen. Oké, we zijn nu dus omgekleed, dus laten we nu maar gaan hardlopen. We gaan voor die 9 kilometer. Hop, hop. Oké, we zijn nu aan het hardlopen. We hebben nu een kwartiertje gehad of zo. Ongeveer 3 kilometer hebben we gerend. Dus dat is wel lekker. Als we zo doorgaan, hebben we zo binnen 3 kwartier ons doel bereikt. Dus we gaan weer even een stukje verder rennen zo. Maar we lopen eerst nog even dit laatste stukje. Om heel eventjes weer tot zen te komen. En dan kunnen we ons hoofd weer leegmaken. Daarnaast, ik heb een koptelefoon bij me, dus ik luister wel een beetje muziek. Ik heb gezegd dat ik mijn telefoon niet zou gebruiken deze challenge. Maar met een muziekje is het gewoon beter vol te houden. Dus ja, let's go verder. Oké, we zijn weer even wat verder. En we zijn weer 3 kilometer verder trouwens. Maar we besloten om toch weer heel even rustig verder te lopen. Aangezien het echt veel te warm is vandaag. Het is voor mij 28 graden. En ik heb natuurlijk geen water bij me. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel weer leuk. We gaan weer een stukje hier achter mij gaan we helemaal rennen. Dan gaan we weer terug en dan gaan we helemaal daarheen. Dan zie ik jullie daar weer even. Mijn hoofd is wel aardig leeg. Dat is wel lekker. Het is wel lekker zo zonder telefoon, hè? Het is wel echt lekker. 3 hours later. Ik heb niet heel veel gefilmd. Maar we hebben de 9 kilometer gehaald, gelukkig. En ja, nu is het tijd om even rustig door te lopen naar huis. We zijn er bijna. Dus ja, let's go. Het is echt heel erg lekker om gewoon een paar uurtjes niet aan je telefoon te denken. Alle informatie die je dagelijks doorkrijgt via social media, via allerlei apps, is veel te veel. En het is een hele erge afleiding voor al je goede activiteiten op een dag. Na dit hardlooprondje hebben we besloten om maar eventjes weer aan nieuwe projecten te werken. Uiteraard zonder telefoon natuurlijk. Maar we moeten nog even wat uit gaan schrijven voor een nieuwe video. Na het werken van de nieuwe projectjes op YouTube en alles, heb ik toch wel even besloten om nog even een kleine wandeling te doen met mijn hondje. En dan gaan we eens even lekker nog een avondwandelingetje maken. En dan zijn de 4 uur eigenlijk al vrij snel om. En ik heb nog steeds mijn telefoon niet gezien. Dus ik voel me ook heel raar is dat. Je hebt toch altijd de neiging om dan je telefoon te pakken, maar nu heb je dat toch ineens veel minder ofzo. Heel raar uitleggen. De tijd ging echt best wel snel en ik heb ook veel meer gedaan dan als ik mijn telefoon bij me had, want ja, weet je, dan raak je afgeleid, ga je op je telefoon kijken, heb ik nog een appje, heb ik nog een Instagram DM, dat soort dingen. Probeer dit vooral zelf natuurlijk ook eens uit. Bedankt voor het kijken naar deze wat kortere video en dan zeg ik laters.